Marjan Volkers uit Waarland werkt al 10 jaar als huishoudelijke hulp. Vandaag is ze over de vloer bij mevrouw Mandenmaker uit Schagen. Door de bezuinigingen staat haar baan op de tocht. En ieder heeft een gezin. En je bent toch inkomensafhankelijk. Je hebt zelf ook een huis en je moet zelf ook eten, brood op de plank. Er wordt af en toe met zorg naar de bankrekening gekeken. Best wel, ja. Ieder dubbeltje wordt omgekeerd. Mevrouw Mandenmaker krijgt huishoudelijke hulp sinds haar man ziek werd. Hij is inmiddels overleden. Zij kan niet meer zonder de zorg. Door lichamelijke gebreken en ja, de leeftijd die gaat meespelen, wordt dat toch moeilijk om vooral de zwaardere klussen zelf te doen. Ik vind het ook erg voor de mensen die nu in de zorg werken. Het is niet alleen het inkomen wat ze gaan verliezen, maar het is ook de voldoening die zij uit het werk halen. En het respect en de waardering wat zij van de cliënten krijgen. Ik wil graag mijn hoofd boven water houden. En buiten dat, ik vind gewoon mensen op een bepaalde leeftijd hebben gewoon recht op hulp. Goed. Nou. Bij jou, bedankt weer. Ja. Oké. Tot volgende week. Ja. Doei.